Onlangs werd op RTL 4 gesuggereerd dat er een verband zou zijn tussen voortuin en politieke voorkeur. Esther Kieft nam de proef op de som in de Arnhemse wijk Geitenkamp. En wat heeft u voor voortuin? Geen, want we hebben een bovenwoning. Een stoepje. Ja, dat ziet er goed uit. Ik had er dingen staan, weet je nou? Zo weet die bomen nou? Rozen. Allerlei eenjaarsplanten heb ik erin gezet. Veel struikjes. Dat allemaal. Iets van 60 tot 70 planten. Dat is een heleboel. Dat is een heleboel, ja. Ik ben ook hovenier geweest. Kijk er niet op komen. Hoe heeft bomen erin? Ja, bomen. Wat die bomen nou? Ja, weet ik niet. Wat voor bomen? Die boompjes nou. Oh, al vraag slijmen dood, dat zou ik niet weten. Nee? Nee. Gewoon wat erin gesonemieterd. Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Maar stond het er al in of heeft u dan zelf geplant? Nee, zelf geplant. Nee, ik zet het op de denk. Af van bloemen. Ja, ik weet niet hoe die dingen heten. Stenen, maar planten. Stenen? Wat voor stenen? Sierbestrating. En heeft u dan van die perkjes met, hoe noemen we dat, borders? Of laat u alles wild? Nee, dat is helemaal in. Netjes. Netjes. Ik heb nog eens geen woning, dus ook geen voortuin. Zijn we weer snel klaar vandaag. Tot zover de tuin. En wat hebben deze mensen gestemd? Partij van de Ouderen. Ah, Pim Fortuyn. Bij de laatste Europese parlementsverkiezingen. Ja, al die buitenlanders moeten eruit. Ik heb op de PVV gestemd. Blanco. Ja. Ik heb niet gestemd. De partij, de oudere partij. Stem, hè? Ja. Ik stem al jaren niet. Hortensia's! Het waren hortensia's! Nee, ik vergeet het elke keer weer. Ik word wat ouder en dan moet ik nadenken en dan een poosje komen terug. Ja, dat gaat hard hè, met de leeftijd. Ja, met de hortensia's ook. Ja. Maar goed dat u nog even achter ons aankwam. Ja, ik denk witte bloemen. En kan ik weer slapen vannacht? Ja, anders word ik helemaal ongerust. Dank u wel.